Wat is het? Spybox. Wat voor soort spel is het? Sidescrolling beat'em-up. Ik vind het een redelijk goede game. Het is wel zo, daarom zeur ik ook steeds van doe je mee. Ik denk dat je het met z'n tweeën moet doen, dat het dan toch wel wat leuker is. Het is echt een co-op game. Je kan ook wel in je eentje spelen, dan bestuur je twee poppetjes wisselen. Dus met een druk op de plusknop verspring je bijvoorbeeld van die grote robot naar het ninja meisje. Maar het is natuurlijk leuk als je met z'n tweeën doet. En er zitten ook moves in waarin je moet samenwerken, een soort finishers. Dat is gewoon grappig, weet je, als dan de een het verneukt of juist goed doet. En je kan elkaar helpen en zo. Dus, Die eindbazen die doen het dan wel, ja. Ja, het meeste is toch een beetje monotoon. En die eindbazen, ja, dat is gewoon grappig, weet je. Dat zijn van die eindbazen met verschillende fases. Dus als je denkt dat die dood is, staat hij weer op. Een beetje Terminator gevoel. Ik vind het wel grappig. En je blijft constant die adrenaline voelen, zeg maar. Dus het is gewoon leuk om zo'n ding langzaam maar zeker toch te slopen. Ik weet niet hoe die man heet. Het is een kleine studio. En die man die werkte eerder aan Ratchet & Clank als creatief figuur. Dus je kent wel wat van de designs en de mechanische omgeving en zo. Maar het is wel een ander soort spel. Het is heel erg ouderwets eigenlijk. Gewoon lopen, beuken. En je, door combo's te maken verdien je rode energiedingetjes waarmee je nieuwe krachten kan kopen en zo. Het is onderhoudend, maar niet bijzonder.